even in de kring, wil niks doen in de tuin van oma en opa. Ik wou niks doen, Jasmine. Jongens, niet denken dat ik naakt ben hoor, ik heb gewoon een bikini aan. Ze zeggen dat het 8 chips is. Nee. Dat is 4,50. Het is 4,50 euro. 4,50 euro, dat moet je meenemen. Ja. Zoals je kan zien, ik ben helemaal buiten adem en we gaan gelijk door met de tuin. Charlie was eerst een beetje te lui om te helpen. Hè? En jij moet dat dan deze te optillen nu. En ik moet dit bukken om het te optillen nu. Nee, moeva. Nee, tak. Hey! Ja, alles gebakken. Ik ga nu het gras maaien. Maar je zwet, dat zie je. Kijk, dit verwende kreng wil niks doen in de tuin van oma en opa. Ik wou niks doen. Jasmine wou iets doen en nu word ik er in één keer bij betrokken. Moet ik ook in één keer. Ja, want dit is ook gewoon weer een workout. En doe eens wat voor je oma en opa joh, op de oude dag. Knip die bos, knip. Knip het. Kijk, die twee boven daar, die uitsteken, knip het. Zo, hè? Was dat nou zo moeilijk? Hier steekt er nog eentje uit. En dan is het bosje weer mooi. Ik ben een beetje asymmetrisch, dus ik heb hier ook geen oog voor. Oké. Nee, die tak wil niet. Zo, laat het niet. Mooi, mooi. Nee. Hey! Wat alle Zweedse mensen ook hebben, is een sauna in hun huis of in een tuinhuisje. En mijn oma en opa hebben dat ook. Dus dat is super chill. Aangezien ik dus net weer workout heb gedaan. Is hij heet? Ja, snel dicht. Oef, het is hot in here. Maar, jongens, niet denken dat ik naakt ben hoor. Ik heb gewoon een bikini aan. En ik doe mijn bril af en ik doe de camera eruit natuurlijk. Maar dan ga ik even zweten en stretchen mijn spieren. Lekker. Dit is een gerookte Elands tong. Oh, tong? Ja. Ik dacht nee, dat... nee, 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 nee. Nee, hart. Grapje. Huh? Wat? Nee. Huh? Nee, serieus. Dit is een gerookte hart. Van hart? De hartje van een eiland. Hartje. What? En smaak, smaak. We gaan nu proeven. Oké, okay, we gaan nu proeven. Jij hebt lekker. Hard. Oké, dat gaat wel echt ver. Het is echt instead of chips. Ze zeggen dat het als chips is. Eén, twee. Ik ben bang. Ik durf het niet te eten. Eeuw. Het is lekker. Weet je waar het naar smaakt? Naar gewoon beef jerky. Maar als je denkt dat het een hard is, is het wel vies. Ja, waarom heeft ze dat gezegd? En kijk ook hoe het eruit ziet. Eeuw. Maar ik ga weer. Jolie te ver. Nee. Oké, dit is dus cider. Maar dit is een lekker merkje, Recordling. Die hebben we niet zoveel in Nederland. Dat is best wel jammer. Dit is smaakje peer. 4,5%. Dit kun je dus niet in de supermarkt kopen. Yeah. Want dit is dus. This is considered strong alcohol. Dus 4,5. Dus dit moet je dus echt. Je moet dus echt naar een soort van systeem Bolaget, dat heet het. Dat is gewoon een soort gal en gal. Ja. Waar je echt ID moet laten zien om blikjes van dit te kopen. Maar het is wel heel lekker. Nu gaan we super. Ja, nu gaan we even super tijdens het editen van de eerdere vlog. Nou, hè, pro, super. Cool. Ik denk niet dat oma en opa dit zo leuk vinden als we nu al zien denken, maar ja. Het is 3 uur. Ze hebben het niet door. Oeh, het is weer mooi weer. Maar zoals je ziet, ik heb wel mijn nieuwe sjaal om. Van Dynam. Het is wel fris eigenlijk, eerlijk gezegd. Daarom heb ik ook gewoon een jasje aan. Sowieso ben ik eigenlijk vergeten mijn outfits te filmen. Niet dat ik er heel speciaal uitzag. Maar de sjaal van Dynam. Ik heb een denim jurkje aan van Motor Rocks, wat je ook bij mij in de webshop kunt kopen. En ik heb vandaag mijn moeders laarsjes aan, want mijn zus heeft weer mijn schoenen aan, hè? Zo gaat dat. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag eigenlijk niet zo heel veel gedaan, want we wilden eigenlijk gaan minigolfen, maar dat was dicht. Dat doen we eigenlijk altijd als we hier zijn. En we gaan nu even in de tuin cricket spelen.
Een spelletje wat altijd in het thuisspelen lijkt op een soort van... Ja, dat is het ook, een soort van minigolf dat je door poortjes heen moet slaan. Kijk, en deze kan je ook lekker eten! Dus meer, het spel gaat super lang duren als je minigolf gaat. Oh, oké. Okay. Kapot slecht. Kapot goed. Jos moet voetballen vandaag. Hollet. Oké. Nou, lijkt me duidelijk wie hier het beste is en we ook nog even gebadmintoond. Wie is dat beste? Ik was sowieso beter dan jou. Nee, jij slaat een beetje verzakt. Je moet hard slaan. Doe je weer zo, hè, met je hoofd. Ga je weer zeuren. Doei. Dat is een grap die ik altijd maak, hè. Oma vroeg net aan me van, moet je haar niet doen? Ik zei, oh, ik heb het al gedaan. Vind je het niet mooi? Ga je even kijken dan, Jasmin? Thanks. Ik klaar met deze. Nee, jij moet niet daar naartoe. Ik moet daar naartoe. Maar wij vinden het wel mooi hoor, groene krullen uit Amsterdam. Toch wil ik wel even zeggen dat we zijn nu op zoek naar de tweedehands winkel. Want we gaan nog even een shopping zetten, heel snel. En daarna gaan we naar de Westermarkt. Een soort van Wilde Westenmarkt. Ik heb het nu. Ja, dan gaan we dus wild doen en zo. Je wil niet op de film, maar je gaat toch maar wel een hele report geven. Ja, maar dit gaat toch niet in de documentaire, dus ik wou gewoon even voor mezelf. Wel in de documentaire. Kom dan. Hé, wie heeft die auto zo skiffy gezet? Ik en ik. We zijn nu in nog een tweedehands winkel, aangezien de Nillies van tweedehands shoppen houden. Deze is heel groot. Vorige keer dat ik hier was, had ik allemaal leuke zonnebrilletjes gekocht. Dus eigenlijk hoop ik dat ik hier wel zoiets kan vinden. En let's go and see. Kom mee! Charles, wat heb je gevonden? Hele leuke soort van blokhakken die ik eigenlijk al best wel lang zocht. Want ik heb één meisje had ik in Nederland waarvan ik ze zou overkopen. Maar dat heb ik uiteindelijk nooit meer gedaan. Ik weet niet waarom niet. Maar laat ze zien dan. Lijkt echt precies op. Pas maar. Dus ik ben benieuwd. Het is wel mijn maat. Eigenlijk zijn ze... Ik weet niet of het bestaat. Hoeveel zou zoiets zijn dan hier? Zou het... Oh nee, er stond erop. 45 kronen? Nee. Dat is 4,50. Het is 4,50 euro. 4,50 euro, dat moet je meenemen. Ja, ik kan het eigenlijk niet laten staan. Meenemen. Oeh, ze zijn wel een beetje... Mijn voet zit er wel tegenaan, hoor. Maar ze zijn echt tof. Ja, hè? Zou ik dit gewoon... Vloggers, wat zeggen jullie? Moeten ze het kopen of niet? Er zijn wel heel veel andere schoenen hier. Misschien is er nog een paar. Maar voor 4,50 euro, dan ben je echt gierig als je die meeneemt. Ja, hè? Desnoods kopen. Dan ben je greedy. Door. Ja, dan ben je wel greedy. 4,50 euro, jongen. Dat is gewoon een broodje pom. Ik heb deze gepast, maar die waren iets te krap. Deze heb ik ook gepast, maar die waren iets te tuttig. Deze heb ik ook gepast. Die waren iets te lomp, iets te groot. The next new thing. Better dat 2017 Amsterdam hierop loopt. Welkom bij de Western Farm. Nog wat aan de hand? Er is om een drink. Nee, dat is blobbers. Nee, jongens. Je kan smaken. Shot. Charles, laat dan eens even het flesje zien. Van wat je drinkt. Nee, daar... Kwan. Kwan. Heb je smaken? Shout out naar jou, Ari. Kwan. Ze had het kwan. Mijn staat op... Ik ga stuk. Bij Saddam. Of zijn pastoristen. Ik denk... En vooral met medicijnen, hè? Dat dit de allerkleinste markt is die er bestaat. We hadden dit echt uitgekozen als uitstapje, weet je wel. Van dit gaan we vandaag doen. Maar er zijn in totaal
4 kraampjes. Jullie weten dat ik ben een kraamvrouw, maar dit is echt klein. Mam, gaan we kijken wat. Oh, gaan we daar naar binnen? Oké, okay, volg oma. Ja, pai. Hoeveel kost dit? Oké, we gaan nu. Yes, ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo excited. Leukste ding wat we kunnen doen hier. Nee, grapje. Maar wat ik heel leuk vind om te doen is kampvuur bouwen. Kampvuur bouwen. En dan gaan we een beetje worst grillen. Hoor je helemaal hier praten in je eigen vlog? Oh my god, onderbroken. Ik ben even een eil aan het maken. Jezus. Ik hoor je helemaal daar praten. Ik praat niet eens hard. Ik praat gewoon normale stemgeluid. Ik hoor je helemaal daar praten tegen jezelf in je eigen vlog. Klaar. Het brandt al genoeg. Nog meer. Nee. Gooi alleen dat papiertje er nog op, want nu ligt hij er zo knullig naast. Kijk, het gaat nu wel. Jullie hebben. Als je zo smaakt. Kijk, dames en heren, dit is een goede worst. Wacht, ik moet even scherp stellen. Ja? Kijk. En zij zijn bang voor een klein beetje burn, nee, maar dat hoort erbij. Nee, ik vind dat niet lekker, dus ik maak hem zeg maar dus all round. Jij eet hem gewoon raw. Ik eet hem raw. Nee, nee, ik maak hem gewoon all round, zeg maar echt kookend from the inside. Omdat ik gewoon geduld heb, snap je? Dus mijn wordt echt juicy. Nee. Wat doe je, Jasmine? Grilla corva. Grilla de corva. Met Charlie. Waar is je ukulele? Nu moet je je kunst laten zien, Charles. Ja, dat is waar. Dus kijk, Grilla nu Elden. Waar is je kunst, Charlie? Elden. 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 I'm gonna put it into the fire. I'm gonna put it in the fire. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Moeder heeft eventjes een paar kleine plukjes geknipt en je ziet het gelijk. Het zit zoveel beter, toch mam? Ja. Ook al ben ik wel een beetje zo cosmic of blues vandaag. En waar zijn we? In de sushi bar. In de sushi bar. In de sushi bar. En is het vol? Natuurlijk niet. Absoluut. Het gaat binnen 40 minuutjes dicht. Het gaat binnen 40 minuutjes dicht. Het gaat open pas. Maar... Ja, het gaat pas om 7 uur open. Het is hier ook zeker geen all you can eat. Maar we zullen zien of de sushi straks goed is. 10 punten voor de effort. Ja. We're jamming. Hey, we're jamming. We're jamming. Hey, we're jamming. Oké, het is vandaag maandag. En we gaan morgen weer naar huis. Dus. Maandag. Oké, het is maandag. En we gaan nog even de laatste boodschapjes doen. En morgen gaan we alweer vroeg weg. Stipt op tijd klaarstaan, want anders wordt opa gek. Dus we moeten vandaag alles goed plannen. We gaan nog de laatste workout doen, de laatste sauna. Even snel naar de zonnebank. En that's it. Souvenirtjes halen. That's it. €7,50 of? Hoeveel kronen? 7,50. Ja, 7,50 kronen. Oh, vind ik ook leuk. Ja, leuk ja. We're jamming. Hey, we're jamming. Selfies. Kopen. Ik heb nog steeds een liefde voor skulletjes. Toch leuk op een plankje thuis. Wat zeggen jullie? Oeh, perfect lighting. Een fotoshootje hier doen hoor. Score.
Skål, tack för allt team. Ja, skål. Fin resa hem. Tack. Laatste avond qua weer of qua hoe mooi het daar is. Sneak peek, ik laat jullie zo zien. Allerlaatste avond in Zweden. Nou, het was een weekje vol rust, vol chillen, vol leuke dingen doen. Heerlijk weer gehad, dus het was een top vakantie. En natuurlijk familie. En ik ga jullie nu even het laatste shot. Prachtig. Kijk nou, sorry, maar hier zouden we allemaal Instagram plaatjes van maken. Kom voor helpen. Dat kan wel. We filmen. Ja. Oh, wat lukt er boven in dit voer. Oh. Nu zeg ik hem ja. Winka, hey toch. Mama, druk eens op die knop, dan maak je gelijk een foto tussendoor. Ja. Op deze? Nee, op die. Op deze. Gewoon de foto. Ja. Hey dan, Winka. Hello.